Nou, ik voel me wel af, het is 15 jaar later. En eigenlijk nu pas, zo'n film, denk ik dan. Ja, ja, het ligt nog denk ik gewoon gevoelig. Ik heb een boek geschreven ook over de brand. En, weet je, en de regisseur heeft me daarom ook benaderd. Want ze had zoiets van, ja, jij hebt een boek geschreven. Hè, dat kan ook verfilmd worden. Maar dat is veel meer over ziekenhuizen. En echt vlak daarna. Wat nu mooi is, de film speelt zich ook af 15 jaar of 13 jaar later. En dat, dan heb je ook iets meer afstand. Want ja... Je ziet de brand ook niet. Er zijn geen fragmenten van de brand. Er zijn geen fragmenten van... Het is puur echt 15 jaar later. Ja. Ja. Maar het is ook wel mooi. Mirjam, onze regisseuse die de film heeft geregisseerd... die zei ook meteen, daar moeten we van afblijven. Want dat kun je je niet voorstellen hoe heftig dat is geweest. Dat kan je alleen maar verkeerd filmen. Dat kan je nooit goed doen. Dus ik was ook meteen heel blij dat we dat niet gingen doen. Maar dat het over iets anders gaat. En Mirjam, wat was je grootste angst bij het maken van deze film? Nou, ik was wel heel, van tevoren wel heel benieuwd hoe Volendam er tegenover zou staan. Dus ik ben ook wel van tevoren veel in Volendam geweest... en heb met mensen gesproken om te kijken of we het eigenlijk konden doen. Mm. En wat ik allereerst heb gedaan... ik heb allereerst even gegoogeld of er geen filmmakers woonden in Volendam. Okay. Want ik denk, ik wil niet zomaar de film van iemand anders afnemen. Je wil het niet kapen, dat onderwerp. Nee, precies. Nee. Dus, maar ik vond geen enkele regisseur. Dus toen dacht ik, ja, als dan iemand er moet maken... dan ben ik dat misschien toch. Lau zit naast je. En als je kijkt naar de film Luuk Stoek... dan lijkt Mike, het personage, lijkt op jou. Heb je fragmenten ook al gezien of niet? Gisteren heb ik de hele film zelfs gezien. En? En ja, ik heb natuurlijk met name ook op de manier hoe Mike... opgemaakt is, als het ware. Ja, daar heb ik toch wel met bewondering naar zitten kijken... naar wat Mike zelf ook zei. Ja, hoe ze dat na hebben gemaakt. Ik heb best al vaak iets gezien met brandwonden in films nadien... in de afgelopen 15 jaar. En dit is de eerste keer dat ik denk... dat dit zit echt goed in de buurt van... hoe het in werkelijkheid er ook uitziet. En dan ben ik heel benieuwd, hè. Dit fragment wat ik wil laten zien. Jullie zitten met z'n tweeën, zitten jullie aan de kade. Jullie praten met elkaar over iets wat heel diep gaat eigenlijk. Mm-hmm. Want jij bent ook verbrand, maar niet zichtbaar, op je rug. Ja, dat is eigenlijk het grote probleem van Johan. Bij hem zie je het niet. Maar hij heeft destijds wel zijn beste vriend daar mee naartoe genomen. En dat is dus gebeurd door hem. En daar kan hij niet over praten. Hij is gevlucht naar Noorwegen. En, ja, en dan hebben jullie twee... de personages, dit gesprek. Ik ben alle haar niet mee bezig hoe het wezen zou als het nooit gebeurd was. Ik zou het geloof niet eens willen. Dit is wie ik ben. Ondanks de brand. Of dankzij eigenlijk. Ik ben er wel blij mee met wie ik ben. Ik denk dat het voor jou veel erger is. En men kan iedereen het zien. Ik kan er niet meer voor weglopen. Maar bij jou zit het van binnen. Herken je dit, Lau? Nou ja, dit is het personage dat Mike speelt. Ja, nogmaals, daar heb ik extra goed op gelet natuurlijk. En in sommige facetten herken ik dat zeker wel, ja. Absoluut. Wij hebben ook uitgebreid gesproken met elkaar. Dat heb ik ook gevraagd. Eddie Veerman is ook iemand die in Volendam heeft ook veel over geschreven. Is ook met die jongens de Kilimanjaro toen beklommen. Telegraafjournalist. Ja, en die heeft me toen aan Lau voorgesteld. Hebben we geluncht. En eigenlijk vroeg ik ook in dat gesprek... als het niet gebeurd was, hoe had je leven er dan uitgezien? Denk je. Mm. En toen zei Lau, ik denk een stuk saaier, zegt hij. Ik denk dat als ik niet had meegemaakt... dat ik bepaalde dingen nooit had gedaan. Dus ik ben er blij mee, is natuurlijk een grote gezegde. Maar hij heeft er ontzettend... hij heeft het omgedraaid naar kracht in plaats van naar negativiteit. En dat vind ik... Ja, daar heb ik heel veel bewondering voor. Heb ik hem ook gezegd. Maar dat vind ik echt heel knap.